jaar dit werk. Ja. En toen je begon was je net bevallen eigenlijk van jouw jongste kind. Ja. En mensen in jouw omgeving hebben jou voor gek verklaard dat je dit werk ging doen. Ja. Begrijp je dat ze dat zeiden? Ja, dat begrijp ik wel. Alleen voor mij was het op dat moment een soort van logische ontwikkeling in dingen die ik eerder had gedaan qua werk. En, dus je had in een TBS-kliniek gewerkt? Ja, ik ben ooit begonnen bij de politie zelf, uniformdienst. En daarna heb ik een tijdje in de TBS-kliniek gewerkt. En toen wilde ik toch weer terug naar de politie. En ik vond dit eigenlijk wel een mooie combinatie van de kennis die ik had opgedaan. En ik wist dat er een psychologisch onderzoek vast zat aan de procedure. En ja, goed, ik heb voor mezelf toen ook de afweging gemaakt, de voor's en tegen's. En ook overwogen van, nou ja, zo'n psychologisch onderzoek is er niet voor niks. En ik vertrouw ook wel op de uitkomsten die daaruit komt. Dat je in staat was dit werk te verrichten daadwerkelijk. Maar ik heb geen idee hoe dat gaat, maar ik kan me voorstellen dat je niks kan toelaten als mens, omdat je anders dat werk niet kan doen. Nou ja, ik heb met mezelf... Kijk, het is natuurlijk heel persoonlijk voor iedereen hoe je daarmee omgaat. Globaal genomen blijkt uit onlangs gepubliceerd onderzoek dat kinderpornoregisseurs het eigenlijk best wel goed doen, zeg maar. Het kijken naar het beeldmateriaal en hoe ze daarmee omgaan. Maar toch, onder de streep is het vrij persoonlijk hoe je dat dan precies doet. Ik heb voor mezelf in het begin de keuze gemaakt en de beslissing van het gaat wel of het gaat niet. Het is geen middenweg. En als ik na een paar weken zoiets heb van, nou, dit ga ik niet trekken, dan stop ik er ook gewoon mee. Sorry, je kan het duidelijk aan, daarom doe je het nog steeds. Ja, ja. En van de dingen die jij ziet, wat raakt jou dan het meest? Nou ja, je probeert je daar natuurlijk tot een bepaalde hoogte wel voor af te sluiten. Anders trek je het gewoon niet. Maar wat ik lastig vind zijn dingen die ik dan zelf ook nog niet heel veel ben tegengekomen. Als het gaat bijvoorbeeld mensen die seksuele gevoelens hebben voor bepaalde voorkeuren dan weer. Als het gaat om overleden kinderen, dat soort dingen, dat vind ik wel heftig. En daarnaast, we zien dus ook een toename van het aantal chatgesprekken, webcamgesprekken. En als je de chats leest van jongeren die eigenlijk in zo'n chat worden afgeperst om nog meer materiaal van zichzelf te laten zien. Dat vind ik wel heel heftig, ja. Dat zijn kinderen die in de veronderstelling zijn dat ze met andere kinderen chatten. Ja. En dat blijken dan volwassenen te zijn. Komt dat heel veel voor? Dat komt steeds meer voor, ja. Dus ook daar moet je kinderen dan, ik zou zeggen, geen computer meer thuis als ik het zo hoor. Nou ja, misschien iets bewuster daarmee omgaan. En persoonlijk ben ik ook van mening dat er gewoon niet jong genoeg begonnen kan worden met het media wijsmaken van kinderen. Maar het is ook heftig als je aan kinderen moet gaan vertellen dat er zoveel slechte mensen zijn in de wereld. Je zou natuurlijk kinderen in de kleuterklas niet hoeven te waarschuwen voor het werken waar ik mee bezig ben. Maar je zou ze wel kunnen uitleggen van, joh, wat is dat kleine zwarte rondje nou op zo'n iPad? En in ieder geval wat meer op de hoogte brengen van wat het precies is waar ze mee bezig zijn. En daarnaast wat meer interesse tonen in wat ze nou kijken. Ik bedoel, een kind dat een uur lang op YouTube zit, kan een uur lang echt hele nare filmpjes ook al gezien hebben, los van kinderpornografie. Ja, dankjewel. Ja. Dankjewel. En als u een vermoeden heeft of een melding wilt doen van kinderporno, dan kan het op www.meld.kinderporno.nl. Straks.